Hallo allemaal, welkom bij mijn volgende vlog. Vandaag gaan we kijken welke dag het vandaag is. En we gaan deze hele lange zin maken, wat we elke ochtend doen. En dan gaan we kijken hoeveel woorden zitten er in die zin. Doen jullie allemaal mee? Gisteren was het maandag 23 maart 2020. Nu ben ik benieuwd, welke dag is het dan vandaag? Dan gaan we even het dagen van de week liedje zingen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dat zijn de dagen van de week. 7 dagen heeft een week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Bij welke dag mocht je nou een gekke bek trekken? Dat is natuurlijk deze dag, de tweede dag. Dinsdag. Dinsdag? Heel goed van jullie. En gisteren was het 23 maart 2020. Wat is het dan vandaag? Zo eens even tellen. Weten jullie nog hoe dat moet? Gaan we hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wauw, wat goed! Jullie hebben helemaal tot... Hoeveel hebben we nou geteld? Want die dag is het vandaag. Goed hoor, het is vandaag niet 23 maart 2020, maar het is 24 maart 2020. En als je dan de hele zin zegt, dan zeg je: het is vandaag dinsdag 24 maart 2020. Nou, nu gaan we de zin eens maken. We beginnen natuurlijk met het. Uit hoeveel woordstukjes bestaat het? Het. Dat is er één. Eén woordstukje. Het. En één woord. Daarna komt is. Is is ook één woordstukje, één woord. Dus we hebben nu twee woorden, twee woordstukjes. Het is. Gaan we naar het woordje wat daarna komt. Vandaag. Dat is één woord. Maar kijk eens. Van. Daag. Dat zijn twee woordstukjes. Maar het is één woord. Kijk maar. Het is vandaag. Heel goed. En welke dag was het ook weer? Goed, het was vandaag dinsdag. Weer één woord en twee woordstukjes. Het is vandaag dinsdag. Oh, en nu komen we bij een hele moeilijke. 24. Weten jullie uit hoeveel woordstukjes dat bestaat? 24. 1, 2, 3, 4. Heel goed, dat zijn er 4. Kijk maar. 4. En 20. Maar let op, het is maar één woord. 24. 4 en... Het zit een beetje aan elkaar. 24. Eén woord. 1, 2, 3, 4 woordstukjes in één woord. 24. Dus we hebben nu... Het is vandaag dinsdag 24. Dan kwam de maand... Weet jullie nog welke maand het was? Heel goed, het was maart. Maart. Eén woordstukje, één woord.
Het is vandaag dinsdag 24 maart. En dan komt natuurlijk 2020. Hoeveel woordstukjes is dat? Even kijken hoor. 2020. 1, 2, 3, 4, 5. Hebben jullie het gehoord? 5 woordstukjes en 1 woord. Kijk maar. 2. Duizend. Twintig. Het past helemaal niet eens. Moeten we eventjes nog een stukje naar beneden. Nou, de zin is af hoor. Kijk maar mee. Het is vandaag dinsdag 24 maart 2020. Gaan we eens tellen hoeveel woordjes dat zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 woordjes. Heel goed hoor. En welk woordje heeft nou de meeste woordstukjes? Kunnen jullie dat zien? Is dat 24? Of 2020? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed, het is 2020. En welke hebben nou de minste woordstukjes? Kijk, we zien hier 1, 2, 3 woorden met maar 1 woordstukje. Het, is en maart, die hebben de minste. Ik hoop dat jullie weer wat zijn opgestoken met deze vlog. Vast wisten jullie het nog wel. Oké, fijne dag. Doeg!